the Green Future ons mini onderneming, die werd dus op 3 november 2011 opgericht door de studenten van de opleiding MOA Economie. En het was dus initiatief van het IOL, waarbij de studenten in de gelegenheid werden gesteld om op een uitdagende en realistische manier kennis te maken met het ondernemerschap. De bedoeling daarvan was dat ze dus vaardigheden moesten ontwikkelen in het leidinggeven, presenteren, samenwerken en organiseren. En dat betekende dus dat ze dus een product moesten uitkiezen, het bedrijf een naam moesten geven. En zo kozen wij, omdat wij het als onze ethische plicht bezagen om ons planeet te beschermen, kozen we dus een product uit om de mensen bewust te maken van een groene en gezonde leefmilieu. Ons slogan was dus dan ook Stop Climate Change, Make a Difference, Go Green. Omdat wij geloven dat klimaatsverandering een heel grote impact heeft op ons allen als samenleving. En Suriname is natuurlijk niet daarvan gevrijwaard. Natuurlijk snappen we, als we een product op de markt willen brengen, dat we kapitaal nodig hebben. En om onze plannen uit te voeren, werden dus de gelden verkregen uit de verkoop van aandelen aan u. Dus dat bedrijf, u bent de aandeelhouder van de Green Future. In januari van dit jaar werd u uitgenodigd voor onze aandeelhoudersvergadering, waarbij onze ideeën, verwachtingen en winstmogelijkheden die opgevat waren in het ondernemingsplan aan u werd gepresenteerd ter goedkeuring. Nou, zoals we toen hadden aangegeven, zouden we stijlvolle truitjes op de markt brengen. Met als logo Surgo Green. Het was natuurlijk een hele uitdaging. Want u moet begrijpen, we waren een nieuw bedrijf. We waren jong, een startend bedrijf. We waren niet bekend bij de gemeenschap, dus geen naamsbekendheid. We hadden geen ervaring in het business doen en we hadden onvoldoende financiële middelen. Dus de vraag was, zouden wij in staat zijn om deze producten op de markt te brengen en het bedrijf draaiende te houden en winsten te maken? Wel, als directeur van het bedrijf heb ik het genoegen u mee te delen dat wij met tevredenheid mogen terugblikken op de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dankzij onze marketingstrategie, onze toewijding en inzet, waren wij dus in staat goede bedrijfsresultaten te boeken en de bedrijfsdoelstellingen die destijds vervat waren in ons plan te realiseren. We hebben ons target behaald. We hadden u gezegd dat we met 1000 truitjes zouden beginnen. En het is namelijk zo dat we 1400 truitjes op de markt hebben gebracht en het is geslaagd namens jullie ook allemaal, want als jullie dat niet hadden gedaan, waren we vandaag de dag niet hier. Gedurende het gehele jaar hebben we de 10 modellen truien op de markt gebracht. Het assortiment was dan dames, kinderen en de heren truitjes. Maar niet te vergeten ook de casuals voor dames en heren. Het was het Vaderdag en Moederdag project. En dat is nou ook dan geslaagd. Als doelstelling hadden wij een minimale afzet van 1000 truitjes. Dankzij onze goede marketingstrategie hebben wij dit kunnen realiseren. Met deze truitjes hebben wij de bewustwording van een groene milieu op gang gebracht. Wij hadden betaalbare producten op de markt gebracht, goedkoper dan de concurrent dus. Ondanks er een grote vraag is naar onze producten, hebben wij de prijzen niet aangepast. Om onze producten het best af te zetten, werd besloten om deze elke zaterdag en wel des avonds op het marktterrein ten verkoop aan te bieden aan het groter publiek. Het aantal verkoopdagen werd later uitgebreid met 2 dagen. Aanvankelijk waren wij van plan onze truitjes op de diverse scholen te verkopen. Maar vanwege het enorm succes op het marktterrein werd daarvan afgezien. Naast de reguliere verkopen op het marktterrein keken wij steeds uit naar mogelijkheden om onze producten af te zetten. Zo
zo mochten wij truitjes verkopen tijdens het service gehouden in het NIS, op een tweedaagse bazaar in het Percaya Centrum in het paasweekend, tijdens het Kitty Kutty Expo. Op moederdag en vaderdag werden er veel verkocht. De verkopen bereikten een piek, vooral op moederdag. Binnen één dag hebben wij onze totale investering terugverdiend. Om ons bedrijf te promoten, maakten we gebruik van de volgende middelen. Namelijk massacommunicatie door middel van flyers, advertentie via het NIA-blad, Times of Suriname, Actueel, Shara Televisie, spotje via Radio Rasonic en Fanny Stocks. Persoonlijke communicatie. Onze producten werden het meest door de studenten gepromoot. Onze studenten sparen tijd nog moeite om onze producten te verkopen. Kortom, geheel Nikeri werd benaderd om onze producten te kopen. Als marketingmanager kreeg ik tevreden terug, omdat de gekozen verkoopstrategieën het succes van de geformuleerde doelstellingen heeft bereikt. Daarnaast heeft de Green Future aan exploitatiekosten uitgegeven 10.934 SLD en 73 cent. En dat is inclusief lonen, bedrijfskosten en AVA-vergaten. Gelet op het gunstig resultaat zijn wij van mening toegedaan om projecten uit te voeren, zowel aan de aandeelhouders als de MIO-leden, met een gift te verlenen en bonussen uit te betalen aan de MIO-leden. Uit de bruto winst van 18.794,90 cent, verminderd met de totale kosten, vervloeit een netto winst voor belasting van 2.338 SRB. Uit de netto winst voor belasting van 2.338 SRB is 818 SRB betaald aan UL als projectbijdrage, is een soort van belasting. Alle bedrijven betalen belasting, dus de Green Future heeft ook belasting betaald. Resteert een netto winst na belasting van 1520 SRB. Dit bedrag wordt volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders, wat neerkomt op 100% dividenduitkering. Wat ik erbij wil vertellen is dat ik dit project heel leerrijk heb ervaren, omdat ik bij het uitvoeren van dit project verschillende vaardigheden heb opgedaan, zoals samenwerken, organiseren, verantwoord ondernemen, etc. Belangrijk voor mij was de verantwoording van het financieel verslag. De Green Future. Innovatief, zelfverzekerd, verantwoord en doelgericht. Dit zijn management technieken, of zo u wilt begrippen, die de organisatie heeft toegepast om de geformuleerde doelstellingen te kunnen bereiken. En dat hebben ze volledig 100% behaald. Een omzet van 56.845,10 is voor sommige ondernemers heel moeilijk te realiseren. Maar dat hebben de studenten binnen 5 maanden gerealiseerd. Sta wij even stil bij de resultatenrekening, oftewel de financiële verslag, met een bruto resultaat van 18.794,10 gaat alleen maar 17% naar personeelskosten, 53% naar bedrijfskosten en de overige 30% naar de verschillende projecten, waaronder 100% dividenduitkering. Snoeien in de bedrijfskosten is niet raadzaam, omdat de Green Future voor een professionele aanpak van organiseren voorstaat. Een evenredige verdeling van de verschillende projecten, gemiddeld 1500 tot 1600 SRD, denk maar aan de projecten Achterdam en de gift of zo, so het geschenk, zal moeten resulteren
dan een stukje verantwoordelijkheid. Dat hebben we nodig in de dagen. Uw studenten, een woord naar u toe. Het resultaat dat jullie hebben bereikt is heel, nogmaals, heel bijzonder. Ik ben van overtuigd dat de ervaring die u hebben opgedaan met de theoretische kennis zal meenemen in je verdere carrière. Studenten, jullie hebben gemerkt dat door presteren en hard werken, nogmaals een stukje verantwoordelijkheid, je dit resultaat kan bereiken.